Hallo, leuk je kijken in de Korte Weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 15. Dat is van maandag 6 april tot en met zondag 12 april. En van de kaarten schud om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het waterman alsof deze week voor jou een week is waarin je dingen heel graag naar je hand wil zetten. En eigenlijk lijkt dat in het begin ook best wel te gaan. Je zet het echt zelf neer, je neemt de actie, je gaat ook echt als een speer. Alleen het zou kunnen zijn dat je er net een beetje iets te veel passie in gooit. En dat daardoor misschien mensen ook wel denken van jeetje zeg, hey, dat gaat best wel heftig aan toe. Het kan ook zijn dat je echt over mensen de grenzen heen gaat. En dat is toch iets waar je dan later weer over nadenkt van dat je het toch graag anders had willen doen. En het is helemaal niet slecht om voor je doelen te gaan. Dus het is hartstikke goed om voor je doelen te gaan. Maar in dit geval zou ik ook zeggen op het moment dat je iets te enthousiast kan zijn, dan mag je jezelf ook af en toe afvragen van is dit echt wat ik ermee wil bereiken? Is dit echt mijn doel? Of ga ik misschien wel over bepaalde mensen heen en luister ik niet naar wat zij willen? En dat is een stukje wat je voor jezelf mee mag nemen, omdat ik ook niet wil dat je daarna nog last gaat krijgen. Het is altijd goed om je hart te volgen, maar volg daarin ook echt je hart en je einddoel en niet het stukje waarvan je denkt dat je het misschien moet gaan doen. Dit was alweer de Korte Weekhoroscoop. Ik wil natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.